weer een klotsbak. Halve de koof, alle kanten hier op het kanaal. Het is net een guillotine. Nou, er is hier een mooie kijkplek gemaakt voor alles wat er misgaat in de sluis. Wij zijn Pieter en Marieke. Meestal varen we in Friesland. Maar als we vakantie hebben, toeren we door heel Nederland. Het liefst zo ver we kunnen komen. Plan B hoor. Ja, wat is dat plan? Omdraaien. Hier? Ja. Doeg! Heb je nog wat gevangen? Nee, dank je. Doeg! En zo verlaten we de oudste stad van Holland. We varen vandaag over de Noord naar de Hollandse IJssel. Via de Doorslag en de Merwede bereiken we het Amsterdam-Rijnkanaal, waar we vlak voor Maarse stuurboord uit de Utrechtse Vecht insteken. Bij Loenen varen we dan de Loosdrechtse plassen op. Drie echte sluizen komen we tegen onderweg. De laagste vaste brug is 2,50 meter, maar die is gemakkelijk te omzeilen. Het is donker en somber. We gaan daarom met 7 mijlslaarzen over de Noord. Zou het zijn een cruiseschip of een megajacht? Zeg het maar. Ja. Op dit kruispunt van waterwegen kun je stuurboord uit de lek op. Bakboord uit gaat het over de Nieuwe Maas naar Rotterdam. Maar wij gaan rechtdoor, de Bakkerskil in. Is hij daar nou te donker of zo? Nou, zo lijkt het wel, hè? Ja. Nou, het blijft maar regenen, hè? Ja, we zitten eigenlijk net aan de rand van een regengebied. En dat blijft het nog even aanhouden. Dat is jammer van die Hollandse IJssel. Ja, nou, morgen is het beter. Het water gaat even verder over in de Sliksloothaven. Waar om de bocht een imposant bouwwerk wacht, de Hollandse IJsselkering. Enorm gevaarlijk, hè? Eén schuif weegt meer dan 6000 volwassen mannen. De kering werd gebouwd na de grootste Nederlandse natuurramp van de 20e eeuw, in 1953. Een hevige orkaan, samenvallend met een springvloed, bracht op 1 februari een ramp over Nederland. Een ramp die een nog niet vast te stellen schade veroorzaakte en helaas vele tientallen mensenlevens kostte. Ruim 1800 mensen kwamen om. En dat hadden er nog veel meer kunnen zijn. Want ook hier, in dit laagste en dichtstbevolkte stukje van Nederland, braken de dijken. Dankzij de schippers die hun schepen in de weggeslagen stukken dijk voeren, ontsnapte Zuid-Holland aan een ramp. Hij is te koop. We passeren Gouda, waar je door de Mallegatsluis zo de stad in kunt varen. Maar ons doel van vandaag ligt nog een stukje verder. In een plaats met heksenhistorie. Is dit hem wel? Nee, die staat wel dicht. Hollandse IJssel. Ter hoogte van Doorslagsluis gestremd. Vanaf 31 oktober. Dat scheelt niet. Ja. Anders komen we terug. Voorbij Haastrecht ligt een plaats die een opmerkelijke plek heeft in onze geschiedenis. Boeren en burgers, de zogenaamde patriotten, hebben de stadhouder uit Den Haag verjaagd. Het zijn roerige tijden. Op de rand van een burgeroorlog. De stadhouder is getrouwd met Wilhelmina van Pruisen, de Maxima van haar tijd. Zij laat het er niet bij zitten
en gaat terug naar Den Haag om hulp te halen. Maar zo wordt hij vlakbij door patriotten aangehouden en vastgehouden in een huis achter deze sluis. Maar Wilhelmina is niet alleen de vrouw van de stadhouder, maar ook de zus van de koning van Pruisen. Die stuurt een heel leger om haar te helpen de orde te herstellen. Als aandenken aan die strijd laat hij de beroemde Brandenburger Tor in Berlijn bouwen. En ook de naam op deze brug houdt de herinnering aan die geschiedenis levend. Zo'n hele afwisselende tocht vandaag, hè? Als je nou kijkt vanmorgen met al die grote schepen op het noord. Ja. En nu hier op de rustige Hollandse IJssel. Ja, dat is een groot contrast. Nou, bijna bij Oudewater, hè? Ja, ik zie de torens al oprijzen. Ja, ik heb gisteren nog even gekeken op Google Maps. Ja. Met beetje mazzel hebben we een plekje aan gras. Oh, gaan we de heksenwagen ook nog bezoeken? Maar die was toch in een museum, zei je? Ja. Ja, nou, kunnen we even kijken. Maar als het erop aankomt, moet ik in mijn eentje naar de beroemde heksenwaag van Oudewater. Waarmee in vroeger tijden mensen werden gewogen. Om uit te zoeken of ze een verbond hadden gesloten met de duivel. Oh, die hoort erbij. Nou ja, even voor. Niet ermee wegvliegen. Nou, dit moet je opzitten. Ja, dan vliegt hij gewoon weg, hè. Die was 74 kilo. Ja, dat hoef je niet op te schrijven. Ja, dat moet er ook bij. Dat is 148 pond. Want hoe was uw naam nog wel? Mijn naam is Marieke. Marieke? Ja. En waar staat nou dat ik geen heks ben? Daar staat hier, gewicht komt overeen met uw lichaam. Ik mag dan wel geen heks zijn, maar die 74 kilo zit me wel een beetje dwars. Gelukkig word ik in de slagerij van Oudewater een klein beetje lichter. Ja, die heksenwagen is niet helemaal zuiver hoor. Hij geeft meer gewicht aan dan die. Oh, echt, dan, echt waar? Weet u dan toevallig ook hoeveel kilo meer? Ongeveer een kilo of zes meer. Change of plans. Ja, kun je wel zeggen. Kijk, er is een mededeling bij Sluis Hagestein. En die zegt, in verband met minimaal schutbedrijf geldt het volgende. Oponthoud van 21 juli 2022 om 2 uur 's middags tot nader order in verband met de lage waterstand. Dus dat gaan we maar niet testen. En dan heb je ook nog te maken met de binnenvaart, hè? Ja, die krijgen ongetwijfeld voorrang. En het is niet alleen Hagestein, maar het is ook nog Amerongen en Driel. Dus het kan heel veel vertraging betekenen. Daar hebben we gewoon geen zin in om daar uren stil te liggen. Voor hetzelfde geld is er bijna geen vertraging. Nee, maar er is minimale bediening. Nou, minimaal, dat wil zeggen zo weinig mogelijk. Dat kan betekenen dat je een halve dag per sluis stil ligt. Dus gaan we voor Utrecht bakboord uit, het Amsterdam-Rijnkanaal op. Maar eerst nog even door Oudewater heen. Kan ie? Ja, volgens mij wel hoor. No problem at all. Dankzij de lage waterstand. Nou, die kan wel met een noodgang de bocht omstuiven, ja, zeg. Die vaart veel te hard voor hoe groot die is. Maar ja, geen goed. Op zich wel ruimte genoeg. Naast de roestige draaibrug staat de IJsselpoort, de enige overgebleven stadspoort van Montfoort. Inmiddels een schamel restant van de ooit indrukwekkende toegang naar dit voormalige vestingstadje. Tussen Montfoort en IJsselstein ligt Marnemunde, een
paar jaar geleden nog boerenland. Inmiddels een jachthaven, aangelegd op de plek waar ooit de Mare of de Marne in de Hollandse IJssel uitmondde. Een kanaal waarvan vermoed wordt dat hij gegraven werd door de Romeinen. Net zoals het kanaal van Corbulo tussen de Rijn en de Maas. We naderen het eind van de Hollandse IJssel. Of eigenlijk het begin. Want even verderop ontstond dit water, als zijrivier van de Lek. Afgedamd door Floris de Vijfde tegen wateroverlast. Sindsdien loopt de vaarroute over de Doorslag. Een naam die verwijst naar een hier doorgeslagen dam. Volgens mij zit daar een knopje. Aan weerskanten van dit water stond ooit het stadje Gein. In de middeleeuwen verwoest, verbrand, vervallen en verdwenen. Alleen huis Oudegein herinnert nog aan die tijd. Na een viaduct en vier bruggen, waarvan twee van die leuke hefbruggen, komen we in de smalle historische doorslagsluis, die eigenlijk niet meer gebruikt wordt. Komt nog iets aan hoor. Zoals we gezien hebben op de borden onderweg, wordt hij opgeknapt. Doe maar. Maar de sluisdeuren komen nooit meer terug. Bedankt hoor. Dit is het voormalige raadhuis van Jutphaas. De plaats die samen met Vreeswijk opging in de gemeente Nieuwegein. Vernoemd dus naar dat verdwenen stadje langs de Doorslag. Even boodschappen doen of zo. Het ligt vast niet lekker. Dat lijkt mij ook niet. Dat kanaal is dus niet echt ons favoriete stukje vaarwater. Maar we kunnen niet door Utrecht vanwege een kapotte brug. En even voorbij de stad kunnen we via de Vechtsluis een doorsteek maken naar de Utrechtse Vecht. Snelle service. Nou, was het een lekkere douche? Ja, best redelijk. Niet geweldig, maar goed genoeg. Dus fris en fruitig. Geen walstroom, maar wel een douche. Bij deze aanlegplaats naast Goudenstein. Exemplarisch voor de rijke buitenplaatsen langs de Utrechtse Vecht. Exemplarisch zijn ook de walbeschoeiingen van miljoenen gestapelde dakpannen. Afkomstig van de steenbakkerijen die hier vroeger langs het water stonden. Ze waren derde keus, kwalitatief te slecht om te gebruiken voor de kapitale buitenplaats. Eigenlijk zo langzaam? Nou, je komt hier ogen tekort om alles goed te kunnen bekijken. En je mag ook eigenlijk maar 6 km per uur varen. Dus dat gaat gewoon heel langzaam. Dat vind je helemaal niet erg? Nou, absoluut niet. Het is ook mooi weer. Echt genieten hier.
eerste keer, hè, Mijndense sluis. Ja. Er is hier een mooie kijkplek gemaakt voor alles wat er misgaat in de sluis. Ja, dat schijnt hier nog wel eens te gebeuren. Dat geloof ik graag. En zo liggen we zomaar aan de Loosdrechtse plassen, bij jachthaven De Vrijbuiter, die al 100 jaar bestaat. En waar je heerlijk kunt eten. Met zicht op de replica van het Statenjacht Utrecht, een authentieke reconstructie van een historisch zeilschip. Met 's avonds een bijzonder schouwspel. Als spreeuwen met duizenden tegelijk om elkaar heen dansen. Morgen vervolgen we onze tocht. We wouden via de Grecht en het Hilversumse kanaal. Maar dat gaat niet door, hè? Nee, dat is wel een beetje jammer. Diepgang 8. Hadden we niet gezien gisteren. Terug door de Mijndense sluis dus maar. Verder over de Vecht, naar Muiden. Die video kun je binnenkort bekijken. Je kunt ons steunen met een duimpje omhoog. Of met een gift via de knop bedankt. Waarmee wij onze videoapparatuur up-to-date kunnen houden. Iedereen die dat gedaan heeft, super bedankt. We zijn er heel blij mee. En abonneer je op ons kanaal, dan zie je de nieuwste video's meteen. Iedereen bedankt voor het kijken.